Politie, maak jezelf kenbaar! Kijken dat we die voorruit krijgen en contact kunnen krijgen met de chauffeur over. Ja, dat is duidelijk. Hebt u al iets over de lading? Of... We vertrekken een Tsjechische oplegger. 7233. We zijn op weg naar een aanrijding met letsel. Er zit een vrachtwagen in een sloot beland. Ja, Tsjechische. En de bestuurder zit nog vast in het voertuig. Het ligt in de sloot. Er zijn al twee patrouilles ter plaatse en wij gaan ook de assistentie daar ter plaatse. Ja, de persoon is uit het voertuig. Is redelijk aan het spreekbaar, maar ik neem aan dat Ambu hier zo is. Ja, Ambu is ook een aanvraag. We kregen de melding te gaan naar de N280 ter hoogte van Kelpen-Oler in verband met een verkeersongeval met letsel wat daar had plaatsgevonden. Omdat het een drukke weg was, zijn we met meerdere eenheden ter plaatse gegaan. Ter plaatse bleek dat er een vrachtwagen tussen twee bomen door in een sloot beland was. Met behulp van omstanders en collega's heeft de chauffeur het voertuig kunnen verlaten en is daar controle overgebracht naar het ziekenhuis. De toedracht van het ongeval is voor ons onbekend gebleven. Bij de garageboxen. We denken dat hij daar zit. Laat hem daar vandaan zien. De politie houdt regelmatig acties in het kader van het donkere dakenoffensief. Het vindt plaats in de donkere wintermaanden, waar wij zien dat er regelmatig woninginbraken of diefstallen worden gepleegd. Uw auto? Ja. Ja? Ja. Uw eigendom? Of gehuur? Het is belangrijk om mensen tips mee te geven hoe ze bijvoorbeeld hun huis beter kunnen beveiligen tegen woninginbrekers die in deze donkere maanden actief zijn. Maar wij zetten bijvoorbeeld ook wijken dicht en controleren dan als politie al het in- en uitgaande verkeer. Ook om onze aandacht te leggen op woninginbrekers doen we dit. Belangrijk is dat de burgers verdachte situaties bij de politie melden. Hier, daar rijdt hij gek op. Een melding bij de wijkagent gekomen dat er een paar man vervelend waren. Die bij de Albert Heijn stonden, bij de Dries. En een van de collega's op de fiets
De wijkagent die heeft een van die mannen even staande gehouden in het tunneltje. En dan gaan we even kijken. Zie jij dus een verdachte situatie, dan kun je altijd bellen met de politie en in dat geval mag je 112 bellen. Eventuele andere tips kun je altijd doorgeven aan de politie via 0900 8844. Politie, maak jezelf kenbaar! 14-1, voor u wordt een prioriteit 1 melding op de hoek. Vliegen. Daar ligt een fazanterie, daar zijn we al vaker geweest deze week. Op de hoek, daar ziet men via de camera's twee personen vermoedelijk niet legaal op het terrein rondlopen. Houdt u rekening mee, want met de eerdere meldingen deze week een slecht begaanbare straat. Advies aanrijden. Ja, begrepen. Wij zijn nu ringbaan, maar zeker weg. Aanrijdende eenheden, u heeft uiteraard toestemming. We bent u uiterst terughouden met die geluidssignalen. Ik zie het 1442 al aardig in de buurt begint te komen. Twee verdachten, locatie, bedrijf Fazanterie. Op camerabeelden twee schaduwen te zien. 1442 had ik nog aanrijden. Wat is uw positie? 1 minuut, 800 meter. Zometeen rijdt u een bebost gebied in, daar begint het terrein. Zet u in ieder geval de zijde van of herstel de zijde die af. Dus waar u nu zit, zet u die zijde af. Probeert u ook zicht te pakken op het stukje richting het weiland af. Deze hoek is het dadelijk. We gaan nu de aan. Gaan we de aanrijdende eenheden. Ik zie dat de sleutelhouder ter plaatse is en die zit in een wit busje. Spreekt u die even aan als u die ziet af. 1442 heeft de sleutelhouder. Goedenavond. Dezelfde gezicht. U bent de sleutelhouder? Ja. Ja, wacht hier heel even. Houden we het even afgezet. OC, hoe ver is de hondenglijder richting Stamprooi? Want de sleutelhouder die staat nu bij ons bij de poort. Wacht even, we gaan niet naar binnen. We gaan zo meteen naar binnen. Ja, ik sta bij de poort aan de voorzijde met de sleutelhouder. Als hier zo meteen nog een collega heen komt, dan kan ik zo een paar het terrein op gaan. Is er bij ons weer ingeknipt en nou vanmorgen hier in de 1442. 1442 heeft u bericht over. Ja, we gaan met de sleutelhouder met twee mannen terrein op. U gaat het terrein betreden, dat is begrepen. 0047 meegeluisterd. Hallo, politie! Politie! Maak jezelf kenbaar! Politie! Maak jezelf kenbaar! OC 42. Ja, de fazanten die lagen hier in de plastic zakken klaar om weggenomen te worden. Dus ze waren bijna voltooid. De fazanten lagen in de plastic zakken klaar om meegenomen te worden. Oh, echt? Hoor ik nou. 14-1 vraag ontvangen over. Politie, laat jezelf zien! Moment, er is contact. Laat jezelf zien! Ja, we houden de lijn even vrij. Liggen. Aangehouden door de 61 en collega. Spreek je Nederlands? Ja, 14-1, twee verdachten aangehouden.
super gewerkt. U gaat even kijken of er nog meer zijn. Ik ga hier eerst de boel coördineren en van daaruit gaan verder werken. Ogenblik. Graag aan alle eenheden nog even de lijn vrij houden voor de 14 eenheden. We komen zo bij je terug. Indien urgent, graag een urgente spraak aanvragen. Nou, ze hebben twee man op de camera's gezien, hè? En ze lagen bij elkaar. Oké, 1461. Geef je bericht. Zoals het er nu uitziet, hebben we twee verdachten en niet meer. Ja, mooi. Dankjewel. 1461 in akkoord, gaan wij dan weer verder met het uitgeven van meldingen. Akkoord af? Akkoord. We kregen de melding dat er zich personen zouden bevinden op een terrein van de fazantenboerderij in Tungerooi. Hierna zijn we meteen ter plaatse gegaan met meerdere patrouilles. Het terrein hebben we weer afgezet. Vervolgens zijn we het terrein opgegaan en hebben we twee personen aangetroffen die zich hadden verstopt op het terrein. Deze personen zijn aangehouden voor een poging diefstal door middel van braak. Ze hebben gedurende het onderzoek hebben ze enkele dagen vastgezeten en zullen zich binnenkort voor de rechter moeten verantwoorden. De twee mannen die we daar hadden aangetroffen, betroffen twee Poolse mannen van 39 en 49 jaar oud.